wel in de ochtend op Radio Noord-Holland en Another Day. Onze rijdende reporter Bart figureert vandaag in een film met figuranten in Horen. Ja, in het Veerhuis in Horen en Rob van Dijk, we hadden het net erover. Wat film je nu? Ik ben even mijn camera aan het zetten. Ja, het is een high-tech camera, hè? Ja, het is een high-tech camera, ja, HD, full HD, met een geluidspoor van 5.1. Dus, ja, we zitten hier in het café omdat je hier een aantal opnamen aan het maken bent, of gaat maken, over de film The Turn, hè? Ja, dat klopt, ja. We gaan, de meeste scènes spelen zich allemaal af in het café in de Doorik gelegenheden. Nou, kennen wij elkaar? Althans, ik ken jou, maar jij kent mij nog niet, hè? Nee, ik ken jou nog niet, nee. Ik ben geen figurant, jij wel. Ik ben figurant, edelfigurant en semi-acteur. Ja, en hoe ver gaat dat, semi-acteur? Semi-acteur... Mag je dan wat zeggen? Ja, dan mag je in ieder geval wat tekst brengen tegen de hoofdrolspeler. 2 weken geleden zat je bij Peter R. de Vries. Ja, toen was ik echt een edelfigurant zonder teksten, maar ik moest daar een personage neerzetten van Lucas de Pooier. Oh, en dus... is dat dan moeite mee, of niet? Nee, want ik word vaak gevraagd voor criminele rol en die speel ik gewoon in alle overtuiging. Komt dat een beetje omdat je een criminele uitstraling hebt? Sowieso. Ik heb kort haar, ik heb tattoos, ik ben lichtelijk gespierd. Tattoos, lichtelijk gespierd. Ja, maar dat kostte je wel de rol bij de Nova Zembla, hè? Ja, maar door deze uitstraling... Hadden ze geen tattoos? Nee, die hadden ze geen tattoos, maar door deze uitstraling krijg ik wel specifieke rollen. Ja, nou heeft mijn broer een keer in een soepreclame gespeeld. Ja. Die wilde beroemd worden. Ja, en die zei tegen mij, Bart, begin er nooit aan, want het is een hondenbaan. Het is een hondenbaan, maar ik wacht op het juiste moment dat ik ontdekt word. Net zoals Jeroen van Kroningsbrugge. Maar iedereen droomt er wel eens van om in een grote film mee te spelen. Ja, oké. Okay. Clooney of Brad Pitt. Ja, alleen 90% haalt het nooit. Nee? Nee, hoe komt dat dan? Nee, je moet eruit springen. Je moet iets specifieks wezen. En je moet een kans krijgen. En jij dacht op een gegeven moment, ik gooi het bijltje erbij neer als figurant? Nee, ik... Ik word regisseur. Nee, ik zag op de set hoe ze dingen deden. Ik denk, dat kan ik veel beter en veel anders. Okay. En dat wil ik laten zien. Waar gaat de Turn over? De Turn gaat over een radbrakertje die eigenlijk bij de grote jongens wil horen. Maar komt erachter dat niet zo makkelijk in zijn werk gaat. Net zoals in de filmindustrie. Het speelt allemaal in Horen, hè? Het speelt zich allemaal af in Horen. Loopt het slecht af? Het loopt niet slecht af. Er zit dan een romantische wending in, wat goed gaat. En voor de hoofdrolspeler, ja, dat blijft een open end. En wie gaat de damesrol spelen? De damesrol wordt gespeeld door Soy. Dat is een van een cafébezoeker die ik ken uit de kroeg. En wat voor rol zou je kunnen spelen? Jij zou bijvoorbeeld een cafébezoeker kunnen spelen. Ja, spelen heel goed. Dan moet ik aan het biljart gaan staan. Ja, bijvoorbeeld. Of even aan de bar hangen en dat soort dingen. Maar mag ik dat wat zeggen ook? Ja, ik wil dat elke figurant minimaal 3 regels tekst krijgt. Want daar gaat het namelijk om. Ik wil figuranten de kans geven om meer van hunzelf te laten zien. Heb je dan ook zo'n regisseursklepje? Nee. Take one? Oh ja, die hebben we zeker. Want die heb je nodig in de film. Ja. Dat is een heel belangrijk apparaat. Ten eerste is de klap geeft aan wanneer het geluid begint. En weet iedereen dat hij zijn mond moet houden verder? Precies, ja. En op die klapbord zet je de scènes neer en de takes neer. En dan kan je later makkelijk je bestanden terugvinden op de computer. Heb je wel eens zo lang oud brood moeten eten omdat je zo lang moest wachten? Ja, dat is wel eens voorgekomen. Op een scène van Drone, een Duitse dilemma, zaten we de hele dag aan hetzelfde broodje te knabbelen. Ja, en elke keer, en dan moet je weer wachten. En wachten en dan weer knabbelen. Slecht betaald? Slecht betaald. Je krijgt er 20 euro voor. Het is een duur betaalde hobby. Wanneer kunnen we de film verwachten, denk je? Nou... The Turn, Arjan. Ja. Hou hem in de gaten, hè? Ja, ik probeer hem medio mei klaar te krijgen. Ja, en dan komt hij in de bioscoop in Horen, hè? Nou, ik ga proberen om te vragen of ze hem daar willen draaien als het product goed genoeg is voor hun. Je moet hem gewoon naar Paul Newman sturen. Leeft hij nog dan? Die ondersteunt amateurfilmers, toch? Oké, en die leeft nog steeds? Ja, ja. Oké, we kennen hem in ieder geval een keer twitteren. Ik kan nog maar één ding zeggen. Ja, ja. Kut? Ja, zoiets, ja. Ja, en wat wordt jouw tekst dan, Bart? Als café bezoeken? Dat heeft hij nog niet gezegd. Ik sta nog niet in het script, maar dat wordt er nou ingezet. 3 regels. Van, doe er maar 2. Ja, je kan... Gewoon, mag ik een biertje? Mag ik nog een biertje? En doe mij er nog maar 1 bijvoorbeeld. Zoiets. En morgen kom ik weer terug. Ja, afgesproken. Bart is in een café in Hoorn, waar een film wordt opgenomen. En u vindt de foto van Bart op rtvnh.nl. Bij de ochtend op Radio Noord-Holland, bij de woensdag. Want dit was de aflevering van woensdag 7 december. Uw kerstkaarten. Ja, of ik het adres nog een keer wil noemen. Postbus 98 23 1006 AM in Amsterdam.